Het spel 010, niet lullen maar poetsen, is gebaseerd op het spel van Risk. Het bestaat ook uit dezelfde componenten. 4 bakjes met daarin legertjes, in dit geval ondernemingen, en 5 dobbelstenen. 3 voor de aanval, rood, en 2 voor de verdediging, blauw. Daarbij krijg je een gebied die onderverdeeld is in de 010-regio. Je wilt succesvol ondernemer worden in de handelsstad Rotterdam. Bij dit spel zit een app. Dit is het interactieve gedeelte. Je drukt op play. Vervolgens gaat de app spelers om je heen zoeken die meedoen. Wanneer die gevonden heeft, drukt u verder. Dan krijgt u uw opdracht. U moet zichzelf vestigen in Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk bijvoorbeeld. Minimaal 20 vragen moet je goed hebben. Het startpunt is Hoek van Holland. Vervolgens kunt u het spel gaan spelen. U beslist zelf welke gebieden u graag in handen wilt nemen. In dit voorbeeld gaan we van Hoek van Holland naar Maassluis. We vallen aan met 4-1. Maassluis reageert terug. Met een 3-1. Dit neemt weg dat Maassluis haar onderneming kwijt is. Dus rood heeft gewonnen. Of toch niet? Geel mag namelijk een kaart gaan trekken. Maassluis dus. Als rood deze kaart fout heeft, dan mag geel de waarde van de kaart het terugzetten. In dit geval 1 onderneming die ze net weg heeft gehaald. Stel rood antwoordt deze vraag fout. Dan moet rood haar onderneming inleveren. En mag geel een onderneming daarvoor terug in de plaats zetten. Zoals hier. Maar het kan ook anders. Stel rood had de vraag goed. Wie is de huidige burgemeester van Rotterdam? De waarde is 1 onderneming. Als rood de vraag goed had beantwoord, zoals hier, want het is Ahmed Abu Taleb, dat zou dan betekenen dat rood, Maassluis, haar onderneming heeft gevestigd. Zodoende kan je helemaal uitbreiden in Rotterdam en je opdracht vervolgen. Maar natuurlijk zijn er ook dingetjes waar je niet zo vrolijk van wordt. Stel je trekt een kaart en het zou je zomaar gebeuren dat je naar een wedstrijd in 020 moet. Tja, beurtje overslaan dan maar. Op deze manier kan je 010 heel leuk spelen. De app is heel eenvoudig en makkelijk, net zoals het bordspel. Het spel is geschikt voor met z'n vieren. De app is zowel offline als online beschikbaar om met tegenstanders over de hele wereld te spelen. Of nou ja, Rotterdam hè.